schoenen plus kraplappen. 2 euro achterin, niet meer dan 2 euro. 2 euro achterin, niet meer dan 2 euro. Niemand meer dan 1, maar 2 euro. Nummer 3. De laatste jaren is het wel traditie dat er in de zomermaanden dat er regelmatig een kledingveiling wordt gehouden. En deze vrouw die is nog niet zo lang geleden overleden. De kinderen dragen geen streekdracht meer. En dan wordt meestal de hele garderobe publiekelijk verkocht. Maar de prijzen vanuit het verleden, die worden dan niet meer betaald. Als ik zie dat de zondagse mutsen, waar in het verleden 200 euro werden voor betaald, die gaan nu worden verkocht voor 10 euro. Dus wat dat betreft. En dat heeft ook te maken met veel aanbod. En het aantal draagsters in klederdracht, dat wordt steeds minder. Ik denk dat er nu nog ongeveer 500, 550 zijn of zoiets. Ik weet het niet precies, maar in ieder geval, elk jaar neemt het aantal af. We hebben hier de kledingveiling van mijn moeder. Oké, okay, want gaan jullie zelf niet die kleding aandoen, de klederdracht? Nee, dat komt haast niet meer voor bij de jeugd. En ik ben er al helemaal geen type voor om die kleren aan te doen. Ik heb een paar dingen er gewoon uitgehaald. Van, dat vond ik leuk gewoon voor te bewaren, omdat het van mijn moeder is. Maar voor de rest heb ik er niet veel mee. Want het is natuurlijk super warm. Wie gaat er nou nu klederdracht aandoen? Ah, er zijn toch al die mensen die er belang bij hebben. En die denken van, hey, het is weer de eerste kledingveiling van dit jaar. Dus we gaan toch heen. Ondanks de warmte. Ondanks de warmte, ja.